Het is weer tijd voor onze wekelijkse challenge. Tim, hoe goed ben je eigenlijk met een dienblad? Nou, niet zo heel goed, maar... Ik heb namelijk... Ik zit even na te denken, waarom hebben we dan dit? Ik ga het nu uitleggen. Oh. Ik heb namelijk jarenlange ervaring in de horeca. Ik heb gewerkt bij de Toekang-gigant en daar vele mensen bediend. Oh. En wij gaan daar straks een spel mee spelen. Ja, maar ik heb helemaal geen bedieningervaring. Dan heb ik misschien een sprongetje voor, maar ik ga het ons wel lastig maken. We hebben namelijk allebei een knuppel in onze hand. Ja. En die knuppel die gebruiken we niet om het restaurant kapot te maken, maar om zo meteen 20 rondjes omheen te draaien, zodat we lekker duizelig worden. Als we daar klaar mee zijn, dan gaan wij ons eigen kleine mini-restaurantje bedienen. En we hebben namelijk straks heel veel dorstige klanten. Dan nemen we dit dienblad mee. En die gaan we uitserveren. Okay. Degene die de meeste klanten heeft uitgeserveerd, dus die de meeste glaasjes overeind daar weet te krijgen, die wint de strijd. En die hoeft niet iets te doen van onze anti-bucketlist. Nou, klinkt hartstikke leuk. Volgens mij hebben we dan nog een paar dorstige klanten nodig. Ja, ja. Er zijn een paar dorstige. Jij hebt heel veel dorst, hè? Kom maar, ga maar zitten. Jij hebt ook heel veel dorst. Jij hebt heel veel dorst. Even kijken. Jij ook dorst. Ga zitten. Kom maar. Zitten. Oh, ja, ga zitten. Welkom in Chez Daniel. Welkom. Ja. Oké, Tim. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is goed. Dan gaan we beginnen. Met z'n allen meetellen, hè? 2, 1, start! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ik ben een beetje duizelig. Hoe kan dit? Ja... Hij is goed. Hoe kan dit? Natuurtalent. Natuurtalent. Hoe kan dit? Ja, beginnersgeluk. Heb je het net gevuld of zo? Nee. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, we gaan nog even de stand tellen. Even kijken wie er heeft gewonnen. En je had toch al heel lang in een restaurant gewerkt, of niet? 1, 2 volle glaasjes. Nou, 2 en volle glaasjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Het is ongelooflijk. Applaus voor Tim. Nou. Ja, we zijn er weer bijna doorheen deze week. En jullie hebben laten zien dat jullie risico durven te nemen. Soms gaat het goed en soms gaat dat minder goed. Ja, en ook bij onze eigen challenge ging het wat minder goed voor jou, Daan. Met je horeca-ervaring. Ja. En daarvoor moet jij iets doen van onze anti-bucketlist. Ik heb er weer heel veel zin in. Mooi, dat komt goed uit. Dat zie je vast aan mijn gezicht ook. Ga maar even klaarstaan. Dan heb ik deze hele fancy bril voor jou. Die kun je even opdoen, want die heeft alles te maken met deze hele leuke anti-bucketlist. Heb je nog een unieke wens voor jezelf of voor iemand anders? Laat dan even weten op betredenopeigenrisico.nl. Of heb je nog een leuk idee? Als je nog een leuk idee hebt, laat het ons weten. Wil jij meer zien van Betreden op Eigen Risico? Klik dan even hier voor nog meer challenges. Ja, en hier voor nog meer bucketlist wensen die we in vervulling laten gaan. En ben je nou nog niet uitgeklikt? Klik dan even op abonneren. Dat kan hier. Maar, dat kan ook hier trouwens. En reageer anders ook even. Dat kan hier. Nee, ja, dat is hier. Snap je het nog? Ja. Later. Succes.